Hallo, kom binnen in ons appartement. Je komt binnen in de gang. Hier hangen de jassen en de schoenen. Het zijn niet alle schoenen, maar ja. Dit moet eigenlijk wat netter, maar ja, dat is niet zo erg. We hebben als eerste het toilet, dus kom maar, dan zal ik het even laten zien. Ja, het gewone toilet met wat spulletjes daar. En daar om het hoekje staan wat dingen. Dit is van heeft mijn moeder gemaakt voor kerst. In plaats van een kerstkaart, een soort kerstengel. Vond ik wel grappig om hier op te hangen. En hier heeft mijn moeder ook gemaakt een zeephoudertje. Het is allemaal zelf gemaakt. Nou, dan is dit rommelkast, ja. Zo'n kast. Je kent het allemaal. Iedereen heeft zo'n kast in huis. En laten we dan gewoon meteen beginnen bij de beste kamer in het huis natuurlijk. De gamekamer. Dat is hier. En ik heb onlangs het gedraaid, want eerst stond het zo tegen het raam aan, maar nu staat het zo. Het is nog niet helemaal af, ik heb wat dingen besteld waardoor de lamp hier komt en dat gaat dan ook beter. En ik heb het ook nog niet recht gehangen, maar dat komt allemaal als mijn spullen binnen zijn. En dan heeft daar, is het, daar zit de kattenbak van Nagini in, die heeft Nicky gemaakt. En daardoor staat er niet zo'n lelijke kattenbak in je huis. Met een krabpaal en een waterfonteintje en alles erbij. Dat Nagini helemaal gelukkig is. Maar jullie zien Nagini zo wel. Dan hebben we hier de badkamer. Ja, die stelt niet zoveel voor. Dat is een douche. En er is een wasmachine, droger en een wasrek en mijn zooi. Gauw weg, dat heb ik niet opgeruimd. Dan hebben we hier de slaapkamer met de kast. Dus de kast is nu hier, waardoor het een beetje wat krapper wordt dan dat het eerst was. Eerst was er iets meer ruimte. En we hebben een nieuw bed. Ja, 2 maanden geleden denk ik, 3 maanden geleden gekocht. En die is wel echt super groot en die ligt ook echt super lekker. Dus ja, ik heb spierpijn, ik kom niet meer omhoog. Dat is de slaapkamer. Stelt ook niet zo heel veel voor. En dan nu de rest met Nagini. De woonkamer. En die vind ik wel echt super leuk. Hier heb ik wel wat hoekjes waar ik wat over van kan vertellen. Nou, dit is de televisie. Daaronder zitten alle PlayStation spellen en ook volgens mij de Switch spellen en daar zitten de bordspelletjes in. Nou, Nagini ligt dus altijd in deze hangmat nog steeds. En wat fotootjes en puzzels allemaal en nog wat bordspellen. Dat staat allemaal daar. En dan het mooiste item in het hele huis is het zelfgemaakte salontafeltje door mijn vader, Nicky en de moeder van Nicky. Zo'n visgraat tafel wilden we heel graag hebben, maar het was heel duur. Dus toen zeiden ze, we maken hem zelf wel. En dat is echt heel goed gelukt. Zo goed dat de lelijke eettafel hetzelfde gaat, maar dan dus groot. Dus die in het groot keer 2 komt hier te staan. En dan uiteindelijk moeten we een keer nieuwe stoelen kopen. Maar dit zijn gewoon stoelen die we hadden. En ja, zo makkelijk. En dan hebben we een super grote bank waar je mega hard op kan chillen. En je kunt er ook best lekker op slapen. En dan hebben we hier nog de koffiecorner. Snoeppot. In deze kasten zitten tassen en niks bijzonders. En dan als laatste hebben we de keuken. En zoals je ziet staat er echt een hele berg afgewassen afwas. Maar we hebben geen vaatwasser, dat is wel heel jammer. Dus dat zou wel het eerste zijn wat we, als we een nieuw huis hebben,
een vaatwasser erin willen. Het is ook een vrij klein keukentje. Nou, het is zondag nu. En op maandag doe ik altijd boodschappen, dus de koelkast is niet echt lekker gevuld vandaag. Maar goed, morgen weer een kant. En dan als allerlaatste, buiten. Maar het regent vandaag, dus ik zal het van binnen laten zien. De moestuin. En de niet gewassen ramen, maar ik hoop dat je dat niet ziet op camera. En we hebben daar dus een lounge set in de hoek, waar normaal kussens op liggen. En hier een hangmat ding. En dan verderop staan dan nog de tuinstoelen, maar daar zitten we eigenlijk niet zoveel op. Als we buiten zitten, zitten we op een tuinset. En dat was ons huis. Dit is ons appartement. En ja, ik vond het wel leuk om een keer een tour te doen. Ook om later terug te kijken van hoe hadden we toen ook weer ons huis. Weet je wel, dit is het eerste plekje waar we samen wonen. En we gaan nu naar een nieuw huis. Dus dat wordt wel iets groter dan dit. En ik kan niet wachten om het in te richten en dat ook een home tour te doen. Maar dit is in ieder geval de home tour van ons huis nu. Dankjewel voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef het een duimpje omhoog. Laat iets leuks achter in de comments over ons appartement nu. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video.